Deze video wordt u aangeboden door Sprank. Terug bij Joppie. Huh? Wat heb ik nou weer aan mijn fiets aan? Wat is dit nou weer? Wat doe ik in het koektrommeltje? Nou, het moet niet gekker worden. Ik lijk Mr. Bean wel onderaan, joh. Wat een rare droom. Maak me wakker. Hey, maak me wakker. Mr. Bean. Ik lijk wel Mr. Bean, jongens. Nee, dit is natuurlijk de nieuwe gameplay van de Vespucci job. Hartstikke leuk, jongens. Echt een hele leuke job. Leuk om met vrienden te doen. Nou, wat ben je? Dus je rijdt in een mini. En de politie probeert jou tegen te houden. En jij moet proberen die checkpoints te pakken. De gameplay aan zich is heel simpel. Maar je kan er echt heel veel lol mee beleven. Echt serieus. Heel veel lol mee beleven. Nou, Ik heb ook heel erg gelachen. We hadden wat gasten bij elkaar getrommeld vanuit de Daddy Cool NL community. En we zaten met z'n drieën vanuit de community te spelen. En er was één random gast bij. Nou, dat, ja, dat beloofde te lachen te worden natuurlijk. En dat werd het ook. We zaten met z'n drieën in de party een beetje met elkaar te ouwe hoeren. Maar ja, die gozer, ze lieten mij gewoon lekker rijden, weet je wel. Dus mijn vriendjes lieten mij rijden. En die ene gozer, die hielden ze een beetje tegen. Die zat daar in zijn eentje te vroeten. Ja, was fantastisch. We hebben echt heel erg gelachen. Een ontzettend leuke gameplay. Ik kan hem iedereen aanraden. Iedereen aanraden. Wow. Ja, moet natuurlijk wel een beetje echt lijken. Kijk, ze rijden gewoon langs me heen. Hier zo ook. Ze rijden gewoon langs me heen. Ze laten me gewoon leven. Heerlijk, jongens. Heerlijk. Ik heb heel erg gelachen. Het was fantastisch. En het gaf ook nog eens een keer lekkere monies en RP. En die kan Job wel gebruiken. Kijk hier. Lekker. Kachinga. Ik had alweer gewonnen. Fantastisch. Echt leuk. Ja, maar nu gaan we eerst naar de reclame. Sprunk. De dorstlessende drank voor iedere junk. Ja, natuurlijk. Moet ook wat geld gegenereerd worden met reclame. Maar ook de andere kant was ook leuk, jongens. We waren op een gegeven moment politieagent aan het spelen. En we moesten dus die ene tegenhouden die niet uit die community kwam. En dat was leuk, jongens. We zaten met z'n drieën in de party tegen elkaar. Van ja, deze kant op, snij hem hier af, snij hem daar af. Nou, en op een gegeven moment, toen hadden we nog, op het moment dat hij nog één checkpoint moest hebben, toen hadden we hem echt te pakken, jongens. Toen wisten we welke checkpoint hij nodig had. Dat is, even kijken, dat is dit stukje als het goed is. Dan gaan we daar linksboven. Dat is de allerlaatste checkpoint. En hier gaan we zorgen dat hij niet bij zijn checkpoint gaat komen. Kijk, je ziet, hij heeft nog een kleine minuut. 48 seconden. 45 inmiddels. En hij moest hier zo op dit platform zien te komen. Dus we deden hier zo de politieauto's neerzetten. En hij kon er niet door. En ja, werkelijk 10 meter verder is zijn laatste checkpoint. Briljant. En hier hadden we hem, jongens. Helemaal in de tang. Nou, wat gebeurt er? Na de laatste 30 seconden kan je niet meer respawnen. Dus je kan... Hij kon geen kant meer uit. Fantastisch. Wat serieus, wat hebben we lol gehad. En op dit moment is zelfs zijn motor in de fik aan het vliegen. Let op, zijn motor die vliegt zo dadelijk ook terug in de hands. Prachtig. Wat een lol, jongens. Ja, prachtig. Nou, en het was afgelopen week ook double money, double RP op deze jobs. Dus het komt niet op, jongens. Het was echt een heel groot feest. Lachen. Eens even kijken. Match winning. Ja, match winner. En we hebben 90.000 GTA dollartjes gedaan. Jongens, lekker. En ook nog eens een keer level up. Nou ja,
Moet eerlijk toegeven, politie is niet mijn allerbeste vriend. Maar goed, als je het met je allerbeste vrienden speelt, is het wel weer heel leuk. Even naar de reclame. Sprunk, nu ook verkrijgbaar zonder suikers voor de oplettende junk. Ja jongens, Sprunk Zero ook te krijgen. Goedemorgen, goedemorgen gastjes. Welkom hier bij Job. Eens even kijken. Zou ik alles gedroomd hebben afgelopen nacht? Ik weet het niet. Ik heb in ieder geval geen wiet meer. Dat heb ik niet gedroomd. Wiet is op. Shit, dus geen bong in de morgen. Helaas. Eens even kijken. Heb ik het gedroomd? Wat is mijn cash balance? Oh, hier zo. Nee, ik heb het echt niet gedroomd. 600.000 GTA dollartjes heb ik op mijn bankaccount staan. Nou, dat komt heel mooi uit. Want ik kreeg op de Rockstar Newswire het volgende bericht. Dat er 50% kortingen waren op alle weed businesses. Dus je kon 50% korting krijgen op één dag. Nou, dat heb ik dus maar gedaan. Ja, ik denk laat ik mijn geld eens een keertje wijs uitgeven. Ja, ik geef het sowieso uit. Maar laat ik het ook een keertje over nadenken als ik het uitgeef. Laten we een motorclubhuis gaan kopen. Nou, laten we vooral de goedkoopste kiezen natuurlijk. Want die motorclubhuis heb ik eigenlijk alleen maar nodig om een weed business te kunnen starten. Oké, deze kost 200.000 GTA dollars. Dat is de goedkoopste motorclubhouse. En nou, laten we er vooral geen upgrades op doen. De Los Santos Dream, zo ga ik hem noemen. Custom Bike Shop kost, ja, kost meer dan 500.000 GTA dollars. Dat heb ik niet eens. Nee, laat me zitten. Graag één clubhuis. Mag ik van u één clubhuis? Doe maar een clubhuisje. Maakt niet uit. Doe maar een interieurtje. Doe maar een waypoint. Ja, een waypoint heb ik ook niet nodig. Ga er gewoon zo dadelijk heen. Kijk hier. La El Presidente. Ja, Job is president, jongens. Vet. Hoe vet is dat? Ik heb gewoon mijn eigen motorclub. Lekker. Die Los Santos Dream. Laten we even een kijkje nemen bij mijn motorclub. Hier, dat is hem. Nou, ik heb wel een beetje een verfje overheen aan de buitenkant, zo te zien. Hey, Presidente. Ik hoor er al. Hey, Cindy, schat. Ben jij hier? Nou, kijk, Cindy. Dat is mijn nieuwe werknemster. Cindy staat hier achter de bar en die gaat mij de hele dag door voorzien van drank. Hey, jij gaat je niet vervelen, schat. Wat ik wil drinken? Nou, doe maar die voor je staat. Die zo. Geef me die maar. Maakt mij niet uit. Als er maar alcohol in zit, weet je wel, schat. Ja, lekker. Dankjewel, lieverd. Maar nu moet ik echt naar mijn kantoortje. Ik moet even snel een weed business gaan kopen. Lachen. Nou, gaan we eens even inloggen in mijn nieuwe computertje. Kijk, laptopje erbij. Kijk, meneer de directeur, daar zit hem daar. Mr. President die. Dit willen we hebben, deze. De goedkoopste. De goedkoopste weed business hier zo. Ja, dat is hem. Koop hem maar. Nu in de aanbieding, hé. Dat scheelt gewoon de helft, jongens. Anders had ik hem echt niet kunnen kopen. Confirm, purchase, succesvol. Ja, dankjewel. U bent nou de trotse bezitter van één weed farm. Lekker. Hoef ik nooit mijn eigen weed meer te kopen? Kan ik gewoon zorgen, kan ik het gewoon zelf een beetje plukken. In mijn eigen weed farm, jongens. Hoe vet is dit? Leuk. Dit vind ik echt leuk. Eens even kijken, waar zit hij op de kaart? Op de kaart, op de kaart, op de kaart. Aie, op de kaart. Ja, daar staat hij op de kaart. Yep, mijn eigen weed farm. Job is president en weed farmer geworden. Nou, wie had ooit nog gedacht dat ik een boer zou worden? Huh? Wie boer dat wel, maar goed, maakt niet uit. Ik krijg allemaal een dorst van dat al gelul. Nou, pakken we hier even een biertje. Er staan er nog een paar van gisteren zo te zien. Jongen. Showmark, die komt hier ook niet al te vaak langs. Nou, beetje lauw, maar prima. Maakt niet uit. Ik had even dorst. Even de keel smeren. Duitpotje hangt er ook. Ah, lachen. Dat kan ik ook wel aardig. Laten we even een potje gaan duiten. Let op. Okay. Sprunk. De dorstlessende drank voor iedere junk. Let's get ready to rumble! Ladies and gentlemen. Game on. Ja, daar gaan we. Game on, jongens. Huppakee. Pats 2 zitten er al in de 60. Die gaat lekker. Huppakee. Mik hem ertussen. $180 voor Job, jongens. Ah, ik ben echt
heel goed in het spelletje. Oké, triple 19 erachteraan, dubbel 2, uitgooien. Yo, check hem uit, dubbel 2, Job. Let's do it, let's do it. Hij heeft een hele stabiele hand, zeker als ik gedronken heb, dan gooi ik veel vaster. He did it! He did it! And Nydana in answer! I do not believe it! Te veel gespeeld in het spelletje, dat blijkt wel. De kroeg die hangt er altijd, haakt altijd in de kroeg. Dag, is zo gezellig. Leuk weer lekker met mijn vrienden lekker een beetje doen. Nou, ik heb toch nog een klein beetje wiet gevonden. Dus ik zou zeggen, nou, het was wel weliswaar geen bong in de morgen. Dus de dag was niet helemaal zonder zorgen, maar een bong in de avond, ach, die smaakt ook lekker. Laten we heel eerlijk zijn. Ja toch, lekker. Nee, ik denk dat ik maar even geen drankje meer moet nemen. Wow, wordt helemaal groen om mijn neus. Zie je dat? Wow, Cindy, jij bent ook helemaal groen geworden. Je lijkt heerlijk wel. Nou, het postuur heb je in ieder geval, maar de kleur nu ook, schat. Oké, dan gaan we maar eens even kijken mijn kantoortje. Dan gaan we maar eens even rustig even liggen. Even bijkomen. Wat een dag was dit, zeg jongens. Hey. We waren Mr. Bean. We waren politieagent. Wat hebben we nog meer gedaan? We hebben een motorclubhuis gekocht. We hebben een weed farm gestart. Ja, tof. Tof. Nou, dat was een drukke uitzending. En mijn geld is weer lekker op. Ja, dat dan weer wel. Die arme Job. Het is hem nog steeds niet gelukt om zijn droomjacht te kopen. Hij heeft nog steeds niet genoeg geld. Maar wat moet hij nou doen om aan dit geld te komen? Nou, dat is aan jullie. Plaat jouw manier om snel en legaal geld te komen in de comments hieronder. Dan zorg ik ervoor dat Job genoeg cv'tjes en sollicitatiebrieven klaar heeft liggen. Lukt het de volgende keer wel om zijn droomjacht te kopen? Je ziet het de volgende keer in The Los Santos Dream. The rich man, poor man, bigger man. Everyone claim that the dem a be cheap. The rich man buy the poor man's life. The poor man take away the beggar man's wife. Don't cry, my brother. Don't cry, my sister. Tears don't change the situation.